Die alle elementen van een film met elkaar in balans brengt. Die een gedurfd onderwerp benadert van een maatschappelijk relevant thema. Een serene aanpak van een toch wel zeer emotioneel onderwerp. Kortom, een film waarbij inhoud, vorm, onderwerp en de visie van de filmmaker in symbiose zijn. De allereerste Einstor voor documentaire film gaat naar Epiloog van Manno Lanses in de productie van Stereo. Filmfestival van Oostende bedanken voor dit goede initiatief. Ik vind het een schitterend initiatief om een competitie te hebben ingericht voor documentaire film. Is er ook een prijs, een geldprijs aan verbonden? Ja, oké. Het is documentaire. We zullen het er maar mee doen, zeker. Ik denk dat effectief voor de jury een heel moeilijke taak is geweest, omdat er heel veel goede andere documentaires waren die ik al gezien heb. Dus ik denk dat het een prijs is voor ons allemaal. Heel erg bedankt. Dus mijn naam is Manno Lanses. Ik heb de prijs gekregen met de film Epiloog. Dat is een film die gaat over het levenseinde. Het is een, denk ik, een zeer sterke film, een zeer intense film. Ook wel een zeer mooie film. Het is een... de prijs is eigenlijk fantastisch, omdat het... ik heb al een paar special mentions of the jury gekregen op verschillende festivals, ook in het buitenland. Maar, omdat het een controversiële film is, heb ik nooit een bekroning gekregen. En dus vandaag wel, en dat is schitterend eigenlijk. Hè. Het is eigenlijk een verhaal met een persoonlijke insteek. Dus na het overlijden van mijn grootmoeder bleef ik achter me heel veel vragen, zoals veel mensen. En dan ben ik een beetje beginnen researchen en dan wat me vooral opviel was dat het toch over het onderwerp, het leven zijn, dat er een enorm taboe is. En ja, als er een taboe is, dan als documentairemaker vond ik dan dat het echt de moeite waard was om er een film over te maken. En dan heb ik heel veel tijd besteed aan de research om een personage te vinden. En ik wou van in het begin eigenlijk een film maken over een familie. Niet alleen over een persoon die stervende is, maar vooral over een familie. Hoe gaat een familie daarmee om? Dat was van in het begin mijn opzet. En ik heb dan deze, dus Neel en haar familie gevonden. Mensen die heel open daarover praten. Dus het is eigenlijk dankzij hen dat ik deze film en dankzij hun generositeit en openheid dat ik deze film heb kunnen maken. Zij hebben mij toegelaten om hen te volgen. Dus het gaat niet alleen maar over een persoon die stervend is, maar echt over een familie. Het proces van een familie, wat maakt een familie door? Die Einstor, ja, het is nieuw dit jaar, Einstor voor de documentaire. Hoe belangrijk is dat voor u, dat ook in deze categorie er een erkenning volgt? Ja, ik denk dat het, voor mij persoonlijk is het zeer... is het fantastisch en ik denk voor alle documentairemakers is het belangrijk, omdat we zijn het kleine broertje van de fictiefilm die nu heel erg in de belangstelling staat, terwijl de documentaire, ja, er wordt minder aandacht aan besteed, de budgetten zijn kleiner en ik denk dat het voor ons echt een stap vooruit is om toch ook een bepaalde vorm van erkenning te krijgen, absoluut. En het gaat dat we ook in de toekomst op een meer professionele manier kunnen werken en beter ondersteund kunnen worden. Dus ik denk dat het festival hier in Oostende een schitterend initiatief heeft genomen om een competitie in te richten voor documentaire. En zoals ik heb gezegd tijdens de uitreiking, het is een prijs voor mij. Er waren heel veel andere heel goede documentaires en het is een prijs voor ons allemaal. En ik hoop dat het publiek ook volgt en niet alleen voor mijn documentaire, maar ook voor al die andere films. Het is een volwaardig genre. We werken allemaal heel hard, dus het is een bekroning voor ons allemaal. En zoals je ook zei in je dankwoord, er hangt een mooi bedrag aan vast. Ja, ik had gehoopt dat ik eindelijk eens nieuwe banden op mijn auto zou kunnen zetten, maar voorlopig zal dat nog
zal ik nog even moeten wachten. Misschien volgend jaar. Het is wel zo, de documentaire... ja, bedoel, tegenwoordig wordt op grote schermen getoond af en toe. In reguliere cinemacircuits. Dus jullie zijn, als je al in een dal zat, uit dat dal aan het klimmen toch, hè? Ja. Effectief. Ik denk dat er ook in de toekomst dat er wel mogelijkheden zijn voor documentaires, dus voor de lange documentaire met ook een cinema release. Omdat uiteindelijk gaat het over het is echt. Het gaat over echte. Het zijn geen zaken die in scène zijn gezet. Goede documentaire, dus je volgt. Het gaat echt over een soort van puurheid die je niet hebt in een fictiefilm. Ook niet hebt in een reality show, want ook daar wordt alles in scène gezet. Dus het is zeker een meerwaarde en daar is een publiek voor. Dus absoluut. Ja, mensen appreciëren het meer en meer. Ik denk ook dat de marketing een beetje moet volgen om mensen naar de zalen te krijgen. Maar daar is zeker een publiek voor. Dus dat zie je ook in het buitenland. Het ITFA in Amsterdam, schitterend documentaire festival, waar dat heel veel voorstellingen zijn uitverkocht. Ja, daar is een publiek voor. Dus Vlaanderen zal zeker volgen, denk ik. Santé. Dank je wel. Bedankt.